Vandaag bellen we met iemand die eigenlijk zijn hele leven achter de schermen werkt. En dat eigenlijk ook zo wil houden. Maar toch maakt hij een kleine uitzondering en stapt zelf voor de camera. Frits Sneldik, fotograaf, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Frits, we kennen elkaar al heel erg lang. Frits die maakte ooit al foto's en ik nog met Renaults raceten in Monaco. Dat waren mooie tijden, waren luxe hotels en alles kon, om het zo maar even te zeggen. En dat was midden jaren 90, dus we gaan al een stukje terug, Frits. Ja, sterker nog, ik herinner me jou in Formule Opels en dat soort dingen. Dus, maar dat is hetzelfde als dat ik nu bij historische autosportevenementen ben en de auto's die rijden die ik ooit gefotografeerd heb. Dus je realiseert je dan wel dat we iets ouder worden. Maar goed, dat is inherent aan het leven. De meeste mensen kennen jou als Formule 1 fotograaf. En nou denk ik dat jij ongetwijfeld, net als ik, wel eens mailtjes krijgt van mensen die zeggen, ik wil graag Formule 1 fotograaf worden, in mijn geval dan commentator. Hoe moet ik beginnen? En dan denken mensen vaak ook dat het allemaal maar makkelijk is. Dat je gewoon om een uurtje of tien op het circuit komt, je doet linksklik, rechtsklik en je gaat weer naar huis. Dus dat is niet, hè? Nee, dat klopt. Althans, mensen denken altijd compleet anders dan de werkelijkheid is. Ik hoef jou dat niet uit te leggen, maar de dagen zijn enorm lang. Je begint 's ochtends vroeg. Je bent 's avonds laat klaar en dan na een korte nacht begint de volgende dag. Het zit hem vooral bij mij in het voorbereiden en het nadenken over wat je gaat doen. En zowel qua fotografie als qua nadenken over locaties en waar wil je die dag actief zijn. Dus ik loop sowieso op donderdag altijd al een rondje over de baan om te bepalen van waar ga ik staan en op welk tijdstip. En dan zijn er ook circuits waar je gewoon denkt van oké, daar in Monaco of waar dan ook, dat je denkt er is maar één plek voor een fotograaf. En ik investeer dan liever de tijd vooraf dat ik een uur of soms wel twee uur op één plek zit te wachten voordat mijn sessie begint. Maar dan, ik hoef er maar 20 minuten te zijn, maar dan kan ik wel die 20 minuten effectief gebruiken. In de plaats van daar staan wachten tot er een collega aan de kant gaat. En je een half uur verliest zonder dat je wat hebt kunnen doen. Dus het is vooral heel veel tijd investeren in dingen om iets moois te kunnen maken. Nou heb ik Frits gevraagd om eens een aantal foto's met een mooi verhaal te verzamelen. En Frits, de eerste foto, ik heb ze hier op de mail, dat is deze. Je zit met een aantal collega's 's ochtends al klaar achter de vangrail. En als ik me niet vergis, is het voor 7 dat je er al zit. Nee, dat klopt. Dit is een foto van Imola, want die kwam ik van de week tegen. Ik ben een beetje door het archief heen aan het lopen om een boek samen te stellen. Dus dan kom je ineens allerlei leuke dingen tegen. En dit is Imola, de variante Alta, de geweldige chicane, waar die auto's vol over zo'n curbstone springen. Ja. Maar in de achtergrond staan er allemaal, of stonden daar, want we rijden er niet meer, maar motorhomes. En om een mooi schoon beeld te krijgen, zijn er eigenlijk maar 1 of 2 plekken ideaal om vandaan te fotograferen. En als een sessie dan om 9 uur begint, dan weet je dat er om 7:45 een busje, of een aantal busjes gaan rijden met fotografen naar die plek. En ik liet me dan in dit geval door Rick Winkelman 's ochtends afzetten. Dus je neemt de avond ervoor je spullen mee en dan rij je naar het circuit toe. Dus dan rond 7:15 waren wij normaal gesproken op een circuit aanwezig. Dus als hij me dan bij de publieksingang bij die variante Alta afzet, dan loop je daar naar binnen toe en dan ga je een hek door en dan ben je al op de plek des onheils. En daar leg je je spullen neer, dan heb je je plek in ieder geval verzekerd en dan ga je ergens koffie halen en... En dat is ook typisch zo'n voorbeeld van liever dan 2 uur tijd investeren dat ik zeker weet dat ik op de goede plek zit. En dan is het gewoon wachten op de actie die komen gaat. En de grap is dan dat rond 8:30 komt het, tussen 7:15 en 8:30 komen dan de busjes aanrijden met de collega's. En dat ziet er dan uit als zo'n stampede met van die losgelaten buffels die dan aankomen rennen om dat ene plekje te bemachtigen. Alleen dat ene plekje, daar zijn dan al 2, 3 gegadigden voor. Dat was typisch een voorbeeld van hoe ik denk en werk, dat ik liever die tijd dan investeer. Normaal gesproken gebruik je die 2 uur
Of een uurtje 's ochtends in ieder geval om even te socializen in het paddock en even wat nieuws op te halen en koffie te drinken. En ja, dat doe je dan een dagje niet. En dan zit je daar met je collega's die ook datzelfde gedrag vertonen. Even bij te kletsen en te socializen. En dan heb je in ieder geval gewoon... Kijk, normaal gesproken, na 20 minuten heb je wel op een locatie wat je nodig hebt. En dan kun je wat anders gaan doen. Maar om daar nou te gaan staan wachten op de dingen die komen gaan en anderen te zien toeslaan. En met name in deze tijd, de Red Bulls, die staan er bekend omdat ze prachtige vonkenregen achter die auto aangeven. Maar dat doen ze eigenlijk maar de eerste twee rondjes. Dus althans de eerste twee rondjes op snelheid. Dus als je dan staat toe te kijken, je ziet de vonken vliegen je om de oren, maar je kunt niet fotograferen. Ja, daar word ik altijd een beetje nerveus van. Ja, wat ik ook mooi vind van dat soort dingen, denk ik, is dat je zit daar en je ziet ook het circuit wakker worden. Je ziet het publiek toestromen, je ziet, dat vond ik altijd zo mooi als we vooral Silverstone, als we daar dan opreden. Dan reed je over die brug en dan had je die campings op het circuit waar mensen eieren aan het bakken waren. De geur van bacon, die kwam je tegemoet. Maar dan kon ik ook zo heel erg genieten, gewoon zo staan en dan zo'n circuit wat dan ja, begint te leven. Ja, dat is ook het leuke, dat is ook de sfeer. 9 van de 10 keer ga je dan naar binnen als het publiek nog niet naar binnen mag. Want het gaat vaak pas om 7 uur open, dus dan ben je dat voor. Maar ook, en dat moet jou weer aanspreken, een speaker horen die de mensen welkom heet met het eerste keer dat het aangaat en goedemorgen. Ik geef je toe dat ieder weekend zijn er wel momenten dat ik denk, ik moet dit eens een keer opnemen. Want het is gewoon te leuk om niet als geluidsfragment te hebben. En dat bedenk ik dus nu al 30 jaar en dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ja, dat zijn wel de leuke momenten, ja. Ja. Je maakt daar een mooie foto van Jos. We gaan even terug in de tijd naar deze foto. Ik kan hem nog goed voor de geest halen. Het is heel lang geleden, Frits. Ja, 1994, Sao Paulo. Waar toen we eenmaal door hadden dat het echt ging gebeuren... iedereen toch probeerde zo snel mogelijk in Sao Paulo te komen. Ja, maar wat leuk was, wat ik voordat je doorgaat, sorry dat ik je onderbreek, maar wat ik zo leuk vind van deze foto is dat we zaten met heel veel mensen ooit in Hilversum bij een gala. Daar had Jos gezegd dat hij dat contract getekend had. Uiteindelijk komt hij heel laat in die auto omdat JJ Leto zijn nek breekt. En er gebeurde wat in Nederland. En er gebeurde wat met Jos. En Jos die kijkt hier ook van, ja, wat gebeurt mij allemaal? Die kan het bijna niet geloven. Nou ja, dat was ook de grap eigenlijk, ook bij deze foto. Want ik was natuurlijk met Jos al bezig vanaf 1990. En ik moet zeggen... hij kreeg toen Marlboro sponsoring en dus vervolgens waren wij aan elkaar overgeleverd. Omdat ik de fotografie van Marlboro in die tijd deed. Ja. Maar dan, ik had al iets meer Grand Prix gedaan dan hij. En ik liep met hem mee naar dit moment, de verplichte fotosessie op de donderdag. En hij had geen idee wat hem te wachten stond. En dan zeg je tegen iemand van, je gaat gewoon staan en dan... Kijk je gewoon van links naar rechts en een keer terug in al die lenzen. Dat je zeker weet dat je even iedereen in de camera hebt gekeken. En ik had het idee van, nou, ik roep je wel een keer. En dan kijk je even in mijn camera en dan maak je deze foto. Maar ja, dit zijn wel prachtige herinneringen. En ja, het is nog leuker om dat jaren later nog een keer te herhalen met iemand met dezelfde achternaam. Ja, en Jos was sowieso wel fotogeniek. Want Jos kon ook met ze, dat zie je die andere foto, zijn ogen... Hij kon er wel eens een handgebaar maken naar je. Nee, ja, ook, nee. Jos was eigenlijk uniek. Want die op de een of andere manier zochten we elkaar altijd gewoon puur met de ogen. En ik wist genoeg als hij mij aankeek van wat er was. Of dat de auto goed was of wat dan ook. Maar wat er zich ook afspeelde. Hij zocht altijd mijn camera. En dat was heel dankbaar als fotograaf om dat te kunnen benutten. En als hij in de camera kijkt en je wil dat juist niet. En je kunt dan heel simpel aangeven met een vingerbeweging van kijk de andere kant op of wat dan ook. En hij deed dat. Dat werkt heel makkelijk. Ik moet zeggen, om dan even naar Max te gaan. Die doet dat helemaal niet. Die zit gewoon in zijn eigen bubbel. Alleen die zegt later dan, oh je stond daar wel mooi. Of je dit of dat. Dus hij ziet het wel, maar hij doet er niks mee. Nee. En bij Jos heb ik het zelfs zo gehad in Monaco dat hij zich afvroeg hoe ik zo snel van punt A naar punt B kwam. Omdat dat een heel ander deel van de baan is. Dat je dan denkt van hoe is het in godsnaam mogelijk dat je Formule 1 coureur bent. Dat ding als een helikopter door je huiskamer, beroemde uitspraak van Nelson Piquet.
op de limiet zit te rijden en je dan afvraagt van hoe kan het dat Frits van Casino zo snel naar de uitkomende tunnel gaat. En dan leg je uit hoe je de, met de lift, ja. Maar dat moet je dan wel weten. Dus ja, dat is gewoon grappig hoe je dat, dat soort belevenissen, dat blijft leuk en uniek. Ja, maar toch was het sowieso uniek, omdat je, we hebben nu de hele Max-hype. Maar eigenlijk, ik ben een boek aan het schrijven en in mijn boek zeg ik ook, Jos was eigenlijk de Max van zijn generatie. Hè? Jos die kwam als een komeet, die stond na 7 Grand Prix op het podium. En ik werkte destijds voor Eurosport in 94. Maar ook internationaal maakte je iets mee. Dat was, ja, ik vind het nog steeds mooi dat ik het heb meegemaakt, Frits. Nee, dat klopt. Dat is en mooi. En ik moet zeggen, het was ergens ook een veel leukere tijd dan nu. We hadden toch iets meer vrijheid en iets meer mogelijkheden. Het is nu allemaal veel meer gelimiteerd en veel meer regeltjes en vooral dingen die je niet mag. En die tijd die wij toen met Jos meemaakten, die was goud. Daar zal ik altijd aan terugdenken. Maar ook zijn Formule 3 jaar, dat gaat bij mij ook nog steeds de boeken in als een van de leukste seizoenen die ik ooit meegemaakt heb. Ja. Om Jos even af te sluiten, dat is iets wat absoluut niet meer gebeurt. Ik weet dat Jos viel uit in Brazilië. En een minuut of 20 later zat hij ineens bij ons in de commentaarpositie om erover te praten. Ik denk, ja, dat maak je gewoon niet meer mee, dat soort dingen. Nee, dat is onmogelijk. Tegenwoordig staat iedereen in een vierkantje te wachten omdat die jongens daar verplicht naartoe gestuurd worden. Maar als dat niet verplicht zou zijn, dan zou er niemand meer voor de camera verschijnen. Omdat het makkelijker is om nee te zeggen. En dat is, ja, dat is gewoon jammer. Nou was ik laatst een tijdje terug was ik bij Jos, of eigenlijk bij de familie Pex, waar Jos een aantal dingen heeft staan. Want Jos is natuurlijk nu al aan het verzamelen om een Max Verstappen museum te maken en terecht. En weet je wat hij daar ook heeft staan? Deze foto. Ah, of in ieder geval, niet de foto, wel de quad. Ja, precies. Die gaat naar het museum. Nee, ja, terecht. Nee, dat is ook wel de grap, dat hij alles echt nog heeft. Ik bedoel, alles waar Max op gereden heeft ooit, dat heeft hij nog. Dus ja. Dat maakt het sowieso leuk. En die quad, ik moet zeggen, de seriefoto's is eigenlijk het leukst. Want daar krijgt Max voor het eerst instructies hoe hij überhaupt een quad moet bedienen. En hier rijdt hij al vrolijk op de quad en je ziet de stenen door de lucht vliegen. Dus hij had vrij snel onder controle hoe hij met zo'n apparaat om moest gaan. Maar juist dat soort dingen, die blijven dierbaar. Kijk, die Grand Prix is leuk. Je ziet elkaar amper, je spreekt elkaar amper. Als ik iets wil van Max, dan stuur ik hem een appje. Maar dit soort momenten waren goud. En uniek om die dingen te hebben mee kunnen maken. Hoe oud was Max hier? Ik denk 4. Althans, hij deed toen nog niks, dus hij is volgens mij dat jaar ook een beetje begonnen met karten. Want we waren toen op de kartbaan omdat Jos motoren tuende en anderen liet karten. Dus ik denk in dit geval Guido van der Garde. En Jos had toen een quad gekocht en meegenomen naar de kartbaan in Genk. Zo van, hier, dat vind jij wel leuk, dan kun je rondjes rijden. En in die tijd zeinde hij mij dan in van anders als je in de buurt bent of kom even langs, want de stad is leuk. Ik moet zeggen, die tijd wat ik met hen heb meegemaakt en vooral de manier waarop zij aan het werk gingen, want Jos beschouwde het echt als werk. En dat was fantastisch. En ik moet zeggen, jij schrijft een boek, ik zal ook ooit een boek schrijven, maar daar komen nog wel wat goede momenten in terug. Ja, eigenlijk moet je, want het gaat natuurlijk ook om het verhaal. Want één ding dat ik een klein beetje mis, Frits. Een van de dingen die, wij hebben veel meegemaakt, maar een aantal dingen die weet ik nog zo goed, is dat ik jou op een ogenblik bel. En dat je ook nog verrast bent dat je mij aan de telefoon krijgt, terwijl jij over Pembrey loopt, omdat Max voor het eerst met een Formule Renault gaat testen. Ik denk dat er niet veel mensen waren die überhaupt wisten dat ging gebeuren. We waren er allebei onafhankelijk van elkaar bij betrokken. En het leuke is dan ook dat we elkaar dat dan niet vertellen. Dat Frits wist niet dat ik daarmee te maken had. En ik wist niet dat Frits daar foto's aan het maken was. Maar dat zijn toch unieke momenten. De allereerste keer dat Max in een auto gaat rijden, Frits.
Nee, dat was zeker uniek. Maar ik bedoel, jij zegt het al. Het belangrijkste is in ons leven. Ik bedoel, jij kan aardig kletsen, ik ook. Maar de kunst is om je mond dicht te houden op de momenten die er te doen. Want wij hebben vaak genoeg situaties waar je natuurlijk dingen weet of dingen moet gaan doen die geheim blijven. En die test in Pembrey, dat is maanden later pas naar buiten gekomen. Dus ja, die kun je ook alleen maar doen als je. Je weet wat je rol in deze is. Ja. Maar dat, ja, al die momenten waren uniek. Maar ik bedoel, dat is van een kartbaan waar Max aan het testen was, tot aan Pembrey, waar hij voor het eerst in een raceauto stapt. En waar ik me echt afvroeg, ik bedoel, je hebt wel meer jongens die op een kart waanzinnig gingen en dan stappen ze in een auto en dan valt het tegen en dan is het wel anders. De avond ervoor heb ik nog met Jos gezeten van, ben benieuwd hoe het gaat. En dan word je 's ochtends wakker en dan komt er zoveel regen uit de lucht. Ja, je kunt ook niet anders verwachten eigenlijk in Wales. Dat ik me afvroeg, maar Jos ook zeker, van wat gaan we doen? En die test was uniek. Ik bedoel, ook daar, ik heb daar enorm van genoten. En iedere keer als ik zijn engineer van die 2 dagen tegenkom, dan krijgt hij weer die twinkeling in die ogen. Dat hij iets meegemaakt heeft wat hij nooit eerder meegemaakt heeft. En waarschijnlijk ook nooit meer zal meemaken. Nee. Frits zei het net al, als je op een circuit bent, dan je roept een keer hallo. Je drinkt eigenlijk geen koffie. Je hebt nauwelijks tijd om elkaar goeiedag te zeggen. Het ultieme daarvan is dat Frits van Eldik al jarenlang op Le Mans aanwezig is als fotograaf. Wij met RTL al jarenlang aanwezig zijn op Le Mans om de uitzending te maken. En wat schetst mijn verbazing, we zijn daar allebei, ik denk vanaf woensdag op het circuit. En wanneer kwam ik Frits tegen? Op zondagochtend in de pitstraat, terwijl we allebei aan het werk waren, bijna van, hey, jij ook hier? Ja, ik moet zeggen, dat was ook wel echt een hilarisch moment. Ik heb al meer dingen die ik met jou meegemaakt heb, die, als ik er nu aan denk, weer moet lachen. Maar dat is wel wat typisch zo'n situatie, dat je allebei bent gewoon je werk aan het doen. En ik hoop altijd eigenlijk dat ik één, het liefste commerciële klant heb waarvoor ik aan het werk ben. Dus je bent eigenlijk 100% van je tijd daarmee bezig. Dus je werkt in opdracht van een team, dus je bent of bij hun in de pitbox te vinden, of rondom hun pitbox in de pitstraat. En als je helemaal achter op het circuit bezig bent, ja, dat kost uren. Dan kom je niet eens in de buurt van een circuit. En ik ben wel 's ochtends vroeg aanwezig, maar ik in dat geval in het mediacenter en jij in de TV-compound. Dus daar kom je elkaar al niet tegen. Maar dat was wel hilarisch, dat we allebei, ik ben normaal gesproken maandagavond of dinsdagochtend op Le Mans. Jullie zijn er ook vroeg. En dat je elkaar gewoon helemaal niet tegenkomt. En dat je ineens kijkt en denkt, op zondag is dat Allard, weet je wel. En dan zijn we ook nog vermomd, want tegenwoordig lopen we natuurlijk met overalls aan en helemaal op en dingen. Maar dat was wel een moment dat je denkt, hoe is het in godsnaam mogelijk? Maar als ik deze foto's kijk van Le Mans, ja, het is wel misschien. Mag ik zeggen dat het meest fotogenieke evenement is wat je doet, Frits? Ja, dat heb ik altijd zo gezegd. Nee, Le Mans is echt mijn favoriet. Ik bedoel, ik ga er, hoop ik, dit jaar, ik geloof voor de 22e keer naartoe. Het mooie is natuurlijk dat iemand doet het licht uit en het licht weer aan. En als het mee zit, heb je alle weertypes ook nog eens een keer. Kijk, het enige wat, en dan ga je weer naar je beginvraag. Niemand realiseert zich dat je 36 uur in touw bent. Je begint zaterdagochtend om 7 uur. De warm-up begint om 8:30. Daar ben je al aan het fotograferen en uiteindelijk zondagavond om 7 uur voel je voor de eerste keer weer een douche. En daartussenin is eigenlijk een hele tijd een sprint van scoren en beelden maken op de juiste moment op de juiste plekken zijn. En ook daarvoor geldt weer. In Le Mans weet ik inmiddels wel waar de zon opkomt en ondergaat en waar je moet zijn als het regent en dat soort dingen in al die jaren. Maar dat is ook weer een reden dat ik hoop dat het echt in september gewoon daar losgaat. Want alleen het idee al dat de zon ergens anders ondergaat en ergens anders opkomt en dat de nacht veel langer is en dat het, ja, ik hoop dat het gewoon 24 uur echt plens van de regen. Dat maakt die race uniek. En
ik moet zeggen, dat was altijd mijn meest fotogenieke race. Ik moet zeggen, ik ben dit jaar voor het eerst bij Bathurst 12 uur geweest. En ik moet zeggen, dat maakte me echt gelukkig. Het kan ook zijn omdat het voor de eerste keer was en dat het Australië is, wat toch wel een van mijn favoriete bestemmingen is. Maar ja, dat was echt een geweldige ervaring om zover in je carrière eindelijk weer eens iets nieuws te doen en op een nieuw circuit te komen. Wat echt indrukwekkend was. Ja, maar Le Mans, en dan maak je ook weer, jij zegt je maakt dingen mee die je ergens anders niet meemaakt. Vorig jaar maakten we met Slipstream een voorbeschouwing op Le Mans met Ernst Knoors. Overigens, mocht u werkplaatsgeluiden horen op de achtergrond, Fritsie zit bij Ernst in de werkplaats en af en toe wordt er ook nog gewoon doorgewerkt. Maar Ernst met het BMW-team. En ik zit met Ernst te praten over het feit dat het een van de dingen die ik zo leuk vind aan Le Mans, dat er nog in één keer als er wat stuk gaat, dat er in één keer steeksleutels achter een vangrail liggen en dat nog steeds allemaal kan. En ik kom op zondagavond Ernst tegen. Hij zegt ja. Hij zegt je moet het niet vertellen, maar ik heb Frits met een monteur naar de auto gestuurd. Heb je daar dan ook foto's gemaakt? Want een van, volgens mij Philip Eng, die stond ergens en een accu-stuk en Frits ging op de scooter met een monteur. En ineens lag er wat, geloof ik, Frits. Dat zegt me allemaal niks, Albert. Nee, dit zijn typisch van die dingen, daar kun je niet over praten. Dus dat is... Mooi, hè? Nee, ja, ik moet zeggen, dit soort verhalen heeft Le Mans enorm veel in zich. Dat geldt ook voor destijds Tom Coronel die stilviel. En het geluk heeft gehad dat daar toevallig een Nederlandse baanpost was. En dat Gerrit... Gerrit de Smit, onze bekende OKAR, ook precies op de goede plek. Coureurs mogen niet zo ver van de auto af. En een stuk gereedschap in het gras zag liggen. Heel gek, hij was de enige die het zag. Maar ook precies binnen het aantal meter dat Tom van die auto af mocht. En dat soort dingen gebeuren nog wel eens. Maar, hoort toch bij Le Mans, Frits? Ik bedoel, het mooie, we kunnen erover praten met een glaasje wijn 's avonds voor de open haard. Maar dat is toch Le Mans, dat soort dingen? Nee, dat is ook Le Mans. Daar kun je inderdaad 's avonds bij de open haard met een glaasje wijn over praten. Niet bij jou. waar ik wel over wil praten is het is niet helemaal nieuw, maar Zandvoort is wel vernieuwd. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er laatst ook weer gereden. Ik vind het fantastisch om te rijden. Ik vind het heel knap dat ze de oude ziel die Zandvoort heeft, hebben behouden en het toch gemoderniseerd hebben. Maar wat vind jij ervan? Moeten er nog gaten in hekken geknipt worden, denk ik. Maar qua foto's is het erop vooruit gegaan. Ja, laat ik vooropstellen, het is indrukwekkend wat daar ligt. Als je nu op dat circuit rondloopt en... Ik liep er van het weekend even, jij ook, alleen we hadden allebei de verkeerde dag gekozen. Maar het is indrukwekkend om te zien wat ze daar gebouwd hebben. En ik kan eerlijk gezegd al wegdromen bij de plaatjes die ik daar wil gaan maken. En nu is het nog niet ideaal. Daar wordt aan gewerkt. Zodra het circuit gekeurd is, dan ben ik ervan overtuigd dat dat de goede plekken in de hekken komen. Dan wordt het iets makkelijker, maar ja goed... Je moet gewoon creatief blijven. En ik moet zeggen, de meeste circuits, daar laat ik de gaten voor de collega's die gaten graag willen gebruiken. Ik probeer toch altijd iets anders te maken dan de rest. Dus ik denk dat het fantastisch is. Vooral de manier waarop je nu rond kan lopen in vergelijking met vroeger. Ik ben met Peter van Egmond, mijn collega en vriend fotograaf en Chris Gotanus, de lokale fotograaf daar, een paar maanden geleden even rondgelopen en even een plan gemaakt van wat zouden we nou echt ideaal vinden. En ja, het feit dat je nu rond kunt lopen, dat je op plekken kan komen tijdens een race waar je vroeger niet kon komen, dan moest je keuze maken en dan stond je vast en dan kon je niks meer. Dus ja, ik denk dat het in alle opzichten een verbetering is en het is nu nog even een beetje behelpen. Maar ik denk dat het een uniek circuit was en nog unieker is geworden. Ja, en daarbij, dat blijft iedere keer, hè, ik, van het weekend ook, dan rijd ik door de tunnel en denk ik, dat ik toch mee mag maken dat we hier weer een Grand Prix gaan krijgen. Ik vind dat zo mooi, Frits.
Nee, ja, goed, maar dat hebben we natuurlijk allemaal. Kijk, de jaren dat er nog Grand Prix verleden werden, toen zat ik in de duinen en aan de verkeerde kant van het hek. Maar, we hebben al die jaren Formule 1 gespeeld. En ik moet toegeven, ik heb altijd gezegd, het is onmogelijk. En dat was het tot een paar jaar geleden ook. En mede dankzij Max en de mensen op het circuit die met heel veel positieve energie daar nu het roer om hebben gegooid, is het mogelijk. Dat is uniek dat je dat mee mag maken. En net als ik zeg, we moeten even wachten. Het is even uitgesteld. Maar goed, normaal gesproken, hoe langer je wacht, hoe groter de extase, toch? Dus wat dat betreft, ik kijk ernaar uit. Om af te sluiten, jij hebt ook het voordeel, en dat vind ik ook leuk, dat probeer ik ook mijn hele leven al te doen, is om mensen ook te zien als ze nog niet in de Formule 1 zitten. En dan maak je dit soort foto's. Ja. Dat was tijdens de Masters op Zandvoort. Volgens mij zijn wij een van de weinige mensen die ze ongeveer allemaal hebben meegemaakt. Maar dat schept ook een band. Nee, dat schept zeker een band. Maar dat begint eigenlijk al op de kartbaan. En ik moet toegeven dat ik me eraan realiseerde dat ik eigenlijk al 2 jaar niet serieus bij een kartwedstrijd ben geweest. Maar het is toch heerlijk om daar te kijken en jonge talenten aan het werk te zien. En met name als je dan ergens op gewezen wordt, dan houd die en die eens in de gaten. En dat je daar al wat mee kunt doen. En dat je vast kunt werken aan je archief. En de grap is dan inderdaad bij de Masters. En er zijn zoveel foto's van, maar ik kwam deze tegen. Met Witman, waarmee ik in DTM gewerkt heb. Alexander Sims, die erop staat, waarmee ik in het WEC gewerkt heb. En Bottas en Vettel. Vettel deelde toen de prijs uit aan Bottas. Die kom je natuurlijk in de Formule 1 paddock tegen. En dat is de grap, dat je dat soort jongens al vrij vroeg tegenkomen. En zeker in het begin van hun Formule 1 carrière. Zich dan wel herinneren van, oh ja, jij was er ook al toen ik van Formule 3 reed. En daarom deed ik ook altijd, als je DTM doet, even wat Formule 3 schieten en even rondlopen en even met wat mensen praten. Om alvast een beetje te werken, dan heb je een beetje een band. Al moet ik toegeven, in de Formule 1 maakt dat tegenwoordig niet zo heel veel meer uit. Want ik wil net zeggen, want volgens mij, dat moet ik ook wel om lachen. Als je op een kartbaan loopt op een Formule 3 paddock, dan ben je in jouw geval die meneer die fotograaf. En dan moet je aardig tegen zijn. En in de Formule 1 is het, ga eens aan de kant, mafkees. Nou ja, zo extreem is het niet. En de grap, maar tegenwoordig is het natuurlijk zo. Kijk, in onze tijd kwamen we elkaar ook weer op maandagochtend op een vliegveld tegen. En daar kwam je ook coureurs weer tegen, et cetera. Tegenwoordig stappen die allemaal in een jet. En als je niet toevallig mee kan vliegen met ze, dan kom je elkaar ook daar niet meer tegen. Dus het contact is gewoon minder. Kijk, ik bedoel, maar juist bij van die demo's. Ik deed dan voor Bavaria City Racing in Moskou. Die jongens die daar kwamen, die hebben geen contact met de locals. Dus je hebt alleen maar contact met elkaar. En op het moment dat je dan even iets met elkaar bedenkt. Of dat je, dan is het heel anders. En dan weten ze ook nog wel. Jij was ook al op de kartbaan. Dus het werkt altijd ergens wel een keer in je voordeel. Al is het tegenwoordig niet meer zo extreem als vroeger in onze tijd, zeg maar. Nee, en ik heb ook het idee dat je het absoluut niet moet misbruiken. Ik bedoel, Koen die aan de andere kant van de camera hier zit, die heeft een hele Dakar iedere dag Alonso gesproken. Maar dat betekent niet dat we op Le Mans, mocht hij WEC doen, ook weer allerlei privileges hebben. Dat kan dan ook weer tegen je werken, hè? Nee, ja goed, maar dat ligt ook aan puur ook waar iemand rijdt of wat de regeltjes zijn van een team. En dat is een beetje het vervelende van de wereld die tegenwoordig Formule 1 heet. En daarom moet ik toegeven, doe ik ook heel graag andere dingen. Ik bedoel, afgelopen weekend hadden we eigenlijk Monaco gehad. Alleen ik had normaal gesproken dit weekend de 24 uur van de Nürburgring gedaan. En ja, dat zijn die evenementen, daar kan ik me enorm op verheugen. Om gewoon mooie dingen te maken. En ja, daar is het ergens nog supergezellig ook. Al lopen al die bezoekers in de weg. Maar die maken wel dat evenement ook. En dat is, daar kan ik veel meer van genieten dan Formule 1 tegenwoordig zoals het daar bestuurd wordt. Ja, Frits, we kunnen nog uren praten, maar ik denk dat het tijd wordt dat jij een boek gaat schrijven.
Ja, dat wordt al een tijdje een beetje aan gewerkt. Maar een beetje bij beetje. En als het moment daar is, dan kom ik wel met een boekje uit. Dat is, fotoboek. Een fotoboek. Een fotoboek, dat duurt niet zo heel lang. Maar er komt ook wel een boekje met verhaaltjes. Maar dat heeft geen haast. Die verhalen zijn te leuk. Die kunnen over 10 jaar ook nog wel gelezen worden. Mag ik jou danken voor je tijd? Graag gedaan, jongen. En ik hoop dat ik je ergens binnenkort in levende lijven, hetzij in een pitstraat tegenkom, hetzij dat ik vanuit een auto naar je mag zwaaien als je weer foto's staat te maken langs de baan. Gaat goed komen. Dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Doei, Frits. Spreek je. Hoi.